Cato en Fien. En wij zitten in het jeugdkoor van Waalrand. En wij zijn nu op de plek waar wij elke vrijdag repeteren, in de Academie van Borgerhout. Ja, ik zing echt al super lang. Eigenlijk zing ik ook al in dit koor vanaf mijn 5 jaar, denk ik. Ik kan me niet meer echt herinneren waarom ik in het koor precies ben gegaan. Maar dat is zeker al sinds de kleuterschool. En dat is gewoon mijn favoriete activiteit. Dat is heel relaxend, maar je amuseert je echt dood. En dat maakt je echt gelukkig. Binnenkort gaan wij zingen in winter in Antwerpen bij de Zingende Kerstboom. En daar zijn we dus nu allemaal leuke liedjes voor aan het oefenen. Het zullen voornamelijk de bekendere kerstliedjes zijn, maar wij proberen er toch ook altijd wel een paar specialere bij te steken die de meeste mensen nog niet kennen, om toch eens iets nieuws gehoord te hebben. Als je naar winter in Antwerpen komt, dan is dat meestal voor andere activiteiten, maar het is toch wel eens interessant om iets cultureel te beleven. En dan een koor dat op een kerstboom zingt op straat, dat kom je niet elke dag tegen. Dus dat is wel zeker interessant om in je bezoek mee in te brengen. Van 19 tot 23 december zullen koren de Handschoenmarkt opluisteren met prachtige eindjaarsliedjes. Zij vormen een zingende kerstboom. U kan ze elke dag komen bewonderen van 16:30 tot 18:30. Meer informatie vindt u op winterinantwerpen.be.